deze aflevering van Smart Reportage zijn we bij de sleuteloverdracht van Roma Oost-West. De woongroep van Indische Nederlanders aan de Lobeliastraat in Spijkenisse. Maar voor het zover was, is er wel wat aan vooraf gegaan. Voor de duidelijkheid vatten we dat nog even samen. Op 20 januari van dit jaar werd op de plek waar nu het gebouw staat een plaquette onthuld. Dit werd het niemand minder gedaan dan Wieteke van Dort. En deze onthulling vond plaats tijdens de zogenaamde slamatan. Wat is eigenlijk een slamatan? In Indonesië heb je bij alles een slamatan. Het eten nu, dat is een slamatan, dat is een heilige maaltijd. Iemand geboren, slamatan. Fabriek open, slamatan. Iemand dood, slamatan. Nieuwe woning, slamatan. Dus het is een hele belangrijke maaltijd en daar hoort een inzegening bij. En in Indonesië wordt dat door een priester gegeven. Daar vragen ze Allah of de goden, want je hebt daar natuurlijk heel veel godsdiensten. Vragen ze om zegen, zeg maar. Waarom is een woongroep voor Indische Nederlanders zo belangrijk? Omdat je toch begrepen wil worden. Indische mensen, dus mensen uit Indonesië, voor mijn tijd was het Nederlands-Indië, die hebben soms andere gewoontes, andere smaak, andere eten, heel veel heimwee. Als je met gelijkgestemde zielen in één woongroep zit, dan hoef je soms niks uit te leggen. En deze gelijkgestemden hebben zich verenigd in de vereniging Roma Oost-West. Deze vereniging mag het gebouw beheren. En daarom vond er op 1 november van dit jaar een ondertekening plaats. Prachtig, ik mag toch wel zeggen, historisch moment. Want wij gaan tekenen de beheerovereenkomst. En die is belangrijk, maar die is ook uniek. Omdat de wijze waarop dit complex beheerd wordt. Dat is niet alleen door de woningbouwcorporatie. Maar daar spelen jullie als vereniging ook een bijzonder belangrijke rol in. En een hele belangrijke, die ook zeg maar de leefbaarheid binnen zo'n complex een extra dimensie geeft, namelijk de manier van hoe zoek je je vriendjes uit? Wie worden je bewoners? Want het is niet voor niks een woongroep en een unieke hier in Spijkenisse. Op donderdag 22 november was het dan zover. Op deze dag kregen de bewoners de sleutels uitgereikt. Vandaag is het een heugelijk moment. Vandaag wordt er een complex opgeleverd wat, ik mag wel zeggen, redelijk uniek is. Uniek, 100% uniek voor Spijkenisse, maar ook wel uniek in volkshuisvestelijke zin. Want wat is er nou zo bijzonder aan dit pand? Het pand is in ieder geval afwijkend qua architectuur en afwijkend qua gebruiksmogelijkheid. Maar hij is uniek in de wijze waarop het proces tot stand is gekomen. Maar het was 20 jaar geleden dat het idee ontstond, kunnen wij nou niet een woonvoorziening realiseren geschikt voor Indische ouderen? Dan wel mensen die daar affiniteit mee hebben. En dat is gelukt. Het gebouw telt 21 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. En de bewoners hiervan mogen vandaag voor het eerst hun appartement betrekken. Nou Freek, het moment, de sleutel, dat jullie er ontzettend veel plezier van mogen hebben. En dat gaat jullie allen in Roma Oost-West bijzonder goed. Alsjeblieft Freek. Wij zullen ons best doen. In ieder geval om jou daarmee te eren. Ja? En na deze officiële handeling worden de bewoners welkom in een bos bloemen en symbolisch een chocoladesleutel. En natuurlijk met koffie en gebak. De bewoners vieren met elkaar de ingebruikname van het wooncomplex. Er is een grote saamhorigheid. Hoe ervaart u dat? De saamhorigheid, dat is wat mij betreft heel belangrijk. Hè? Want je zoekt toch op een gegeven moment de Indische cultuur. Hè? Vooral op latere leeftijd hoor je ook van veel jongeren dat ze toch die roots zoeken. Hè, van, en dit is natuurlijk een gelegenheid om
met elkaar in contact te komen. En zodoende krijgen wij toch meer informatie, denk ik. Naast de 21 woningen is er ook een recreatiezaal waar we nu zitten. Gaat u daar veel gebruik van maken? Ja. Maar een potje klaverjassen, dat zit er wel in? Ja, 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 ja. Dat wel. Ja. Ja, de sfeer zit er goed in. Onder het genot van allerlei Indonesische lekkernijen. Roep je koekoes. En je kan hem ook helemaal wit maken. Of met chocola. Deze is dus echt met chocola gebeurd. Dit is echt roti koekoes, Indische koek. Dan krijgen de bewoners uit handen van de woningbouwvereniging de sleutels overhandigd. En worden ze begeleid naar hun woning. Smart Reportage krijgt een rondleiding en wordt met trots en enthousiasme in de woningen ontvangen. Van alle gemakken voorzien. Ja, ja. Je bent bijna meneer. Aha. Even kijken, Loes. Hallo, naar binnen. Even kijken, ga je woning maar in. De gang is breed genoeg. Het zijn ruime en luxe appartementen. Dat is wel een felicitatie voor de bewoners waard. Van harte gefeliciteerd met de nieuwe woning. Dankjewel, man. Bewust veel gekozen voor deze woongroep? Voor de grote. Omdat het nergens in de buurt te krijgen is voor oude mensen. Alleen maar kleintjes. Van 50 vierkante meter en nu hebben we 83 vierkante meter. Kijk, dat scheelt nogal wat. En drie kamers? Het zijn drie kamers, ja. Nou ja, een berghok, één slaapkamer en een grote woonkamer. Ik zie allerlei familie. En een douche niet te vergeten, ja. Douche niet te vergeten. Ook groot. En een ruime keuken. Ja, alles is ruim opgezet. Ik zie allerlei familieleden al met allerlei tassen sjouwen. De verhuizing is hier al in volle gang. Ja, dat moet ook, want dan moeten we zo snel mogelijk verhuizen, want we moeten de 30ste uit België verdwijnen. Helemaal naar België, naar Spijkenissen toegekomen om hier te gaan wonen. Om hier te gaan wonen, ja. Nou, staan Indonesische mensen bekend dat ze heerlijk kunnen koken. Gaat je meepikken van de buren? Dat hoop ik gelukkig nog wel eens mee te kunnen maken, want dat lijkt me zeer aantrekkelijk. En misschien kan mijn vrouw er ook een lampje van opsteken. Dus je weet het nooit. We gaan misschien nog wel beter eten. En misschien gezonder. En vooral lekkerder. Ja, vooral lekkerder, ja. Tot op begane grond hebben ze een gemeenschappelijke ruimte. Gaat u daar veel gebruik van maken? Dat weet ik niet. Misschien na het. Als ik de krant gelezen heb, had ik misschien wel naar beneden gaan. Ja, dat weet ik nog niet. Ik moet eerst weer naar mensen. We zijn veel te lang samen geweest. En dan ja, moet je weer een mens van een hele groep. Samen koffie drinken, samen dit. Ja, daar zijn we een gemeenschappelijke ruimte natuurlijk wel de uitgelezen plek voor. Dat, ja, dat is zeker weten. En er is een keuken waar misschien ook nog wel eens Indonesisch gekookt kan worden. Dat ongetwijfeld, denk ik. Ja, zeker weten. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik ga u heel veel geluk wensen in uw nieuwe woning. Dank u wel. En ik hoop het hier nog lang mee te maken. Het is zover deze aflevering van Smart Reportage. Heeft u tips voor onze redactie, dan kunt u mailen. redactie@smartrtv.nl En bezoek ook onze Facebookpagina. www.facebook.com/smartrtv Daar kunt u deze en andere afleveringen ook online bekijken.